We zijn dus net teruggekomen van de KNO-arts en het was toch een ander iets wat ik had verwacht. Hey, morgen! Nou, superleuk toch? Om een narcose moet vind ik echt heftig. Ah! Nou, lul jongen! I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Hoi, een hele goede dag. Ik ga nu even met mijn gezin wat eten, want we hebben net goedkeuring gehad van de bank. En ons te koopbord staat voor bij ons huis. Dus allemaal hele leuke dingetjes. Ik moet nog wel mijn koffer inpakken, maar die doe ik zo even. Ik heb de jongens hun koffer al gepakt. Ik had vanochtend niet echt gevlogd, omdat ik echt crazy moe was. En een beetje in een dipje zat, maar daar ga ik later over vertellen. Want ik ga nu de auto instappen, want het waait en het is koud. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag en ik heb al mijn thee gemaakt en ik ga nu mijn ontbijt opeten. En ik had nog ontbijt van gisteren van wat ik op een dag eet en die ga ik dus nu warm maken. Super lekker met appel en zo. Het ruikt hier zo naar appeltaart, zo lekker. Die geur is echt delicious. Zo lekker. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag... Welke dag? Donderdag, hè? Ja. Het is vandaag donderdag en ik ben onderweg naar het AMC, want Memphis hier, die heeft een onderzoekje. Hij moet naar de KNO-arts, dus daar gaan we nu naartoe. Ik ga even mijn zonnebril afdoen, schat. Even wachten. Het wordt een beetje donker namelijk. Ik zie helemaal niks. Dus ja, hij heeft daar onderzoek. Ik weet mijn god niet waar ik moet zijn. Ik ben die brief al kwijtgeraakt, dus ik heb geen idee. En dit gebouw is echt mega huge. Dus we zullen het zien waar we terechtkomen en of we het vinden. Ik heb nog 2 minuten, dus ik ga even opschieten in dit grote gebouw waar ik niet weet waar ik moet wezen. En ik heb nog 2 minuten, dus wordt weer een uitdaging. No. Eventually. We zijn dus net teruggekomen van de KNO-arts. En het was toch een ander iets wat ik had verwacht. Want we moeten dus toch best wel veel dingen gaan doen. Maar het is best wel druk hier, dus ik ga het denk ik zo even uitleggen. Ik heb trouwens even een smoothie gehaald snel, want ik had honger. Buisjes gaan we sowieso doen, omdat hij daar gewoon last van heeft en hij hoort gewoon niet goed. Alleen weet ik nog niet de rest. Daar moet ik nog even over nadenken of ik dat wel wil. Want ik hoorde dus net dat ze neusafwandelen sowieso vanzelf weggaan wanneer ze 7 worden. Dus ik ben even aan het twijfelen, maar hij moet sowieso onder narcose. Dus ik weet niet of ik het dan allemaal tegelijk gewoon doe. Maar ja, moet ik maar even kijken. Ik vind het heel erg lastig. 1 hour later. Oké, ik ben nu thuis en ik wilde toch nog even op mijn verhaal terugkomen wat ik net vertelde over Memphis. Hij is dus, ja, hij hoort heel slecht. Dat kan ook te maken hebben waarom hij dus niet zo goed praat. Hij heeft vocht achter zijn oor. Amandelen zijn helemaal dik en zijn neusamandelen zien er ook niet goed uit. Dus eigenlijk wat ze wilde was en buisjes en neusamandelen en keelamandelen eruit. Dat moet dan allemaal in februari, januari, februari gebeuren. Nou, dat was best wel een shock, want ik ging erheen met alles is oké met hem, weet je. En dan hoor je dat ineens. Dan denk je echt van wow. Ik vind het gewoon zo zielig, omdat hij zo klein is. En dan al meteen onder narcose moet, vind ik echt heftig. Oh, ik weet het gewoon even niet, man. Echt niet. Ik weet het echt even niet. Ik vind het lastig, want ik heb ook weer gehoord dat ze keelamandelen, als je dat eruit had, dat het juist niet goed is voor je immuunsysteem. Dat je juist... verkouden mag worden, zodat je immuunsysteem daar beter door wordt. En als je dat niet meer hebt, je amandelen, dan word je dus bijna nooit verkouden. Of eigenlijk helemaal nooit, want Nick heeft ook zijn amandelen eruit laten halen en hij is echt nooit ziek. Maar als je dan iets krijgt, dan weet je lichaam niet zo goed er tegen te vechten. Dus ik vind het lastig. Sowieso de buisjes heb ik geen keuze in. Dat gebeurt gewoon omdat er vocht achter zijn oor zit en dat is gewoon niet fijn. En hij hoort ook niet zo goed dus. Ze hadden me verteld dat 1 op 1 hoort hij wel heel goed. Dus als ik alleen met hem praat zo. Maar als we dus zeg maar in een ruimte zijn waar iedereen praat, dan moet hij zich heel erg goed concentreren. Nou, hij is... 4. Welk kind van 4 heeft superveel concentratie dan op dat moment om goed te luisteren? Nou, en geen 1 denk ik. Dus hij wordt dan gauw boos. Ja, ik vind het lastig. Ik hoop gewoon dat het snel weer achter de rug is. Want ik hou hier niet van. Wie is mama zijn lekkere ding? Ik ben aan het spelen. Oh, sorry hoor, ik wist niet dat je boos werd. En hey. Hallo. Hoi. Had je je tanden gepoetst? Weet je niet meer. Weet je niet meer. Moet je even nadenken, had je ze gepoetst of niet? Hij duurt.
Je deed nu. Oh. Voor die dan? Ja. Die is wel voor jou. Want ik weet dat ik het aan jou vroeg net. Moet van papa. Moet dat van papa? Ja. Oh, hij zegt zomaar. Hij zegt dat het voor jou moet. Poepje gelaten. Eeeel, ja. Stinky stanky. Huh? Huh? Wat was dat? Wat was dat? Pap! Ik doe voor een licht uit. Oh. Ha, jij schrok, hè? Nee, jij schrok. Spookhuis, zeg maar even. Zal ik je weer even blurpen in je nek? Nee. Mama! Camera staat wel aan. Oh shit. Ga je nu? Weet jij al of je je tanden had gepoetst? Volgens mij wel. Oh, volgens mij. Wil je klappen? Wel klappen. Weet je echt te klappen, hè? Ja. Nou, ik lig nu smug even. Hoor wie het zegt. Ja, want ik ben ja. Moet even bijkomen. We liggen nu, ik lig lekker op bed. En ik had het er net nog even met Nick over. Dat ik het toch best wel spannend vind, hoor. Die hele operatie. Spannend, ja, van Memphis toch, wat ik je zei. Ja. Ik vind het eigenlijk echt zielig voor hem dat hij dat moet gaan doen. Ik weet niet. Het is niet anders. Ik word er ook wel een beetje verdrietig van op dit moment. Jij dan? Jij hebt het meegemaakt, jij weet hoe het is. Maar nu al onder narcose vind ik toch wel echt een dingetje, hoor. Er zijn kinderen die gaan nog jonger onder narcose. Ja, dat is waar, maar dat hoef je dan zelf niet mee te maken. Wel, als je dat jongere kind bent. Ja. Nou ja, dus het was eigenlijk, de hele dag had ik zoiets van, nou weet je, komt wel goed. En nu ineens heb ik zoiets van, nou. Komt nog steeds wel goed. Niet dat het niet goed komt, maar dat ik meer zoiets heb van, oh wat zielig eigenlijk dat hij dan dat moet doen. En dat hij dan die buisjes in zijn oren heeft. Ja, dat zijn echt pijpleidingen. Waar ze olie doorheen. Nee, jij zei al dat het hele kleine buisjes waren, toch? Ja, het zijn geen olieleidingen, nee. Nee, dat snap ik. Ik vind het gewoon zielig. Waar is die afstandsbediening? Hier. Oh nee, wacht. Waar had ik die nou gelaten? Wacht hier. Ik zie je morgen weer. Ja, wat rusten, doei. Slaap lekker. Wat een afsluiting is dat, zeg. Wat rusten, doei. Dikke doei. Dikke doei. Tot morgen. Ja, doei. Nou. Hallootjes, had ik al gezegd welke dag het vandaag was voor de vlog? Weet jij dat nog, Nick? Ah! Nou, lul, jongen! Je bent echt een lul. Je ziet er echt eng uit. Ik denk dat die honden je ook eng vinden. Nee, nou. Tien, is hij eng, hè? Tien op de ballen. Nee. Nou, je ziet er wel stoer uit voor Halloween. Ik ga als de Black Angel... Toch? Black Angel? Ja, Black Angel. Zoiets heb ik. Nou, superleuk toch? Alleen de pak doe ik er niet aan, want ik vind de pak niet zo mooi. Mijn wings en mijn halo. Ik was net naar de kapper geweest en heb mijn haar weer iets donkerder geverfd. Ik heb nog steeds niet mijn koffer ingepakt. Die ga ik zo even doen. Gaan we vanavond een koffer inpakken of niet? Ja, dus vanavond. Mag ik deze even pakken? En even mijn haar.
Oké, wij gaan nu eventjes snel een patatje eten, want ik moet dadelijk nog mijn koffer inpakken. Dat heb ik dus nog niet gedaan. Ja, ga maar alvast zitten, want je zit nog niet. En dan dacht ik, dan doe ik de jongens vanavond vroeg in bed zitten. En dan ga ik daarna mijn koffer doen. We zijn echt vandaag allemaal naar de kapper geweest. Echt allemaal. Zelfs de honden, alle twee. Omdat die ook weer even lekker fris en fruitig moesten zijn. Oh, het is koud. Even zijn gordel. Maar in ieder geval gaan we nu lekker patatjes eten. Alleen, ik baal alleen een beetje dat mijn dingen voor Halloween niet zo leuk is. Nu ben ik de hele tijd aan het verzinnen wat ik dan wel moet gaan doen. Ik ben nu thuis en ik ga nu met mijn koffer beginnen. Het is zoveel werk allemaal. Het is echt niet normaal. Als wij weg zijn, komen de mensen kijken voor in ons huis. Omdat ons te koopbord nu erop staat. En er staat officieel Funda. Dus ik moest ook het hele huis nog schoonmaken voor kijkers. En al het andere. Maar ja, het is me gelukt. Het is nog wel een beetje een bende, maar ik heb morgen nog. En maandag nog heel even in de ochtend tijd. Want ik moet 8:30 naar Schiphol. Dus dat red ik allemaal wel, hoop ik. Keeping it positive. Hier is hij dan. Daar heb je Dientje. Dientje. Tjoch, oh, ik ga jou zo missen, mijn kleine beer. Ja, kijk eens hoe mooi die is. Dan ben je mooi. Oh, moet ik mijn bek houden? Oké. Oké, ik ga nu echt beginnen. Oh, ik heb geen zin. Net al mijn spulletjes ingepakt. Mijn koffer is klaar. Alleen nog een paar kleine dingetjes. Ik ben even een lijstje aan het maken. Met zoals lenzen, make-up en dat soort dingen. Zodat ik dat niet vergeet. Maar toch heb ik altijd het gevoel dat ik wat vergeet. En dat heb ik nu dus ook. En dan kan ik niet goed slapen. Want dan zit het hele tijd in mijn hoofd van, oh, ik vergeet wat. Maar ik weet niet wat. Iets zit me dwars. In ieder geval, maar ik kom er even niet goed bij wat het is. Ik heb mijn Halloween pakken. Die moet ik niet vergeten. Maar oh, dat is nu dat ik dat er ineens aan denk, denk ik. Oh ja, die Halloween pakken, die moeten ook natuurlijk mee. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg je ook even goedemorgen? Goedemorgen. Ik ga de hond uitlaten. Oké. Yay, zin in. Heb je geen zin in, hè? Nee. Met chop chop. Met het krukje, daar. Daar zijn de koffers. She's just a girl and she's on fire. Hey, morgen. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag zondag en morgen ga ik vliegen. En dat betekent dat ik vanavond de hondjes naar mijn nichtje ga brengen. En ik ga ze heel erg missen, dus vandaag gaan we extra lekker knuffelen. Ik heb mijn haar net gewassen, het is nu echt veel lichter geworden die kleur. Waar ik blij om was, want ik denk net helemaal zwart, maar is weer goed gekomen. En ook heb ik een nieuw masker voor je haar. Die is echt zo super lekker. Maar die zal ik andere keer even laten zien. Want ik neem hem toch mee naar Aruba. Laat ik hem daar wel even zien. Maar die is echt super relaxed voor je haar. Hey. Oh, hou eens op man, auto. Hij tengelt de hele tijd. Of jengelt. I don't know. Oké, ik heb dus nu net de keuken gedaan. Dus akkoord gegeven. Dus dat is in de pocket. Ga ik de hondjes wegbrengen. Die zijn achter. Oh, ik ga ze zo missen. Zo raar. Maar Nick kwam net met het geniale idee om dus zeg maar in de auto te gaan werken. Toen dacht ik, hé, ja, waarom niet? Oh. Nou, dit is wel weer het einde van mijn vlog. Vind je dit leuke vlog? Vind je er geen dikke vette duim om te geven en te abonneren? Doe je door hieronder te klikken. En ja, ik ben bruin geworden, want ik ben al in Aruba en ik was vergeten mijn vlog af te sluiten. Dus ik doe dat nu even snel tussendoor, tussen neus en lippen door. Nee. Nou, echt hè? Dus dan zeggen wij weer doei doei. Tot de volgende weekvlog. I didn't wanna believe my feelings for you. I didn't wanna believe that I could lose you. If I told you just how I felt. But I can't help it. I'm falling for you. And I can't quit.